Ik heb net mijn palet uit de vriezer gehaald. Ik hou me even een beetje ongelukkig voor de camera, want ik hang een beetje om mijn camera heen. En dan zien jullie gelijk dat ik al de oogjes gedaan heb, terwijl ik mijn penseel op de grond valt. Die pak ik even op. Want ik kan niet om de camera heen hangen en dan die ogen schilderen. Daarvoor moet ik er echt wel dichterbij zitten. Maar ik ga even een klein stukje uitleggen hoe het werkt van donker naar licht. Mijn paletje ligt rechts van mij en dan zeg ik: zwart is kleur nummer 1 en nummer 5 is wit. En dan zeg ik wel van de middengrijs of de donkergrijs of de lichtgrijs. Dan zien jullie wat ik voor kleurtjes pak. Nou, ik pak mijn penseeltjes. En ik had het verteld, hè? Ik schilder met de Grigio en de Da Vinci Kolinsky, de nummer 4 en de nummer 2. En ik pak maar even de nummer 2, want ik ga het mondje een stukje voordoen. En uiteindelijk werkt eigenlijk alles hetzelfde. Het makkelijkste is vanaf de zwart-wit afbeelding. Ik zal mijn camera even iets optillen. Kijk, de kleurafbeelding staat achter mijn paneeltje, maar die gebruik ik niet. Hier zie je namelijk alle contrasten in het donker en in het licht. Dus dat is echt het belangrijkste om in ieder geval een zwart-wit print te maken van het meisje met de parel. Dan kun je hem eigenlijk prima ook in zwart-wit onderschilderen. Goed, ik moet even kijken hoe ik hem neerzet, want draaien. Oké, zo. Dan is het en het gezichtje. Je ziet dat de afdruk van mij is iets groter, hè, dan mijn paneeltje. Maar zo zien jullie en het gezichtje en mijn paneeltje goed in beeld. Ik ga een stukje van het mondje voordoen. Dan pak ik even een heel klein puntpenseeltje erbij. En dan begin ik even met dat donkere vlekje hier aan de binnenkant. Nou, die is echt wel donker. Dus ik pak de kleur naast het zwart. Dus dat is die donkergrijs. Doe ik een klein beetje. Pak ik de verkeerde? Nee, ik pak maar even dit kleine penseeltje. En dan zet ik alleen even het hoekje daar waar ik het zie. Hier in het mondhoekje is het ook nog vrij donker. Misschien niet zo donker als het linkerhoekje. Sorry, ik moet wel doorpraten natuurlijk. Maar daar ga ik ook met mijn licht naartoe. Dus dan wordt het donker al iets minder donker. Dan zie je die tandjes. Nou, dat is niet meer dan alleen maar een strookje kleur en een heel klein lichtje erboven. Dus ik begin even met de middelste kleur, dus het middengrijs. En ik heb mijn potje Gemsol natuurlijk, hè, waar ik mee verdun. Dus ik heb mijn penseel heel even in de Gemsol gedaan. En een klein beetje even aan het lapje afgeveegd, want anders wordt hij echt te nat. En dan heb ik die middengrijs. En dan zet ik die kleur erop. Lijkt veel te donker, hè, maar let maar op hoor, er gaat straks wel licht overheen. Ga een klein beetje naar het mondhoekje toe. Dan wordt dat donker al wat minder donker. En dan pak ik een klein beetje van het lichte grijs, want ik denk dat die anders te donker wordt. Beetje het lichte grijs eroverheen. En dan het lichtje met wit. En dat zet ik in een natte onderlaag. Dus die wordt nooit zo wit als dat ik hem puur erop zet als de onderlaag droog zou zijn. Dan gaan we naar het mondje. En dat is eigenlijk wel een hele belangrijke. En ik probeer niet te denken van ik schilder een mondje. Ik probeer alleen maar te kijken waar zit het donker, waar zit het licht. Nou, als ik de kleurenafbeelding heb, zie je het eigenlijk ook heel goed. Het hoogste licht zit hier op die onderlip. De bovenlip is eigenlijk een beetje alleen maar schaduw en die vervaagt heel erg naar die huid toe. Hieronder is die wat minder donker dan het bovenlipje. En het hoogste licht zit en het bekende hoekje van Vermeer. En dus boven, midden op die onderlip. Maar dat zie je eigenlijk op die zwart-witbeelding ook al wel goed te zien. Begin ik even met die onderlip en dan pak ik middengrijs, dus de middelste kleur. En die zet ik erop. En ik ga niet helemaal, hij moet natuurlijk. Die tanden moeten dus lichter zijn, hè, want die komen er doorheen. Veeg ik even mijn penseel af. Maar met diezelfde verf, die pak ik een heel klein beetje zo het hoekje van het onderlipje mee. Dat stukje. Dan pak ik mijn lichte grijs, dus naast het wit. Want ik kan niet en het palet en alles in één shot goed krijgen, omdat mijn palet gewoon te groot is. Dus moet ik even vertellen wat ik aan het doen ben. En nogmaals, ik ga niet alles voordoen. Want als ik een beetje uitgelegd heb hoe het werkt, dan laat ik de rest aan jullie over. Goed, het was het lichte grijs. En dan pak ik met die vuilige kwast, pak ik mijn wit. Dan ga ik een beetje zo mee met de vorm van het lipje. Het hoogste licht komt er nog op hoor. Ik ga alleen even kijken van waar zit het licht. Ook over die hulplijnen ga ik heen. Pak ik weer even een klein puntpenseeltje. En dan pak ik ook weer puur wit. En dan zet ik die vorm er een beetje in. Oh, er zit wat vuiligheid in de kwast, dus ik moet even.
Afvegen aan mijn doekje en weer een beetje wit pakken. Dat lichtje zet ik er straks op als ik de huid ga schilderen. Ik moet wel doorpraten natuurlijk. Ik ga even iets meer over het lijntje heen. En wat ik nu ga doen, zoals jullie weten heb ik altijd zo'n verdassertje, zo'n deervoetje. Nou, die heb ik ook in een wat kleinere maat, dat is een ronde. En dan kan ik die lijnen die scherp zijn aangezet, dat kan je ook doen als je er weer met je lichte kleur tegenaan gaat hoor. Maar alles verdas ik een klein beetje, zodat de lijnen niet al te scherp zijn. Want dat zie je op het voorbeeld ook, hè? Niks is heel erg scherp omlijnd. Heb ik bij die oogjes ook een beetje gedaan. En als jullie denken van waarom laat ze niet zien hoe je de ogen schildert? Nou, dat doe ik op mijn website wel, mijn online cursussen. Daar leg ik alles helemaal van A tot Z uit. Maar ik wil je in ieder geval een beetje op weg helpen hoe een grisaille werkt. Ga ik even naar het neusje toe. Ik heb donkergrijs gepakt, de kleur naast het zwart. En dan maak ik even dat neusgat hier. En een klein beetje dat schaduwtje naast dat neusvleugeltje. Eigenlijk zo'n hoekje. En altijd van donker naar licht schilderen. Dus als ik het volgende stukje weer doe, dan ga ik het iets lichter weer tegenaan zetten. Dit neusgaatje en dat kleine hoekje daar is het donkerste. Nu pak ik de kleur daarnaast. Dat is mijn middelste grijs. En dan zie ik dat de schaduw zit hier onder dat neusgaatje. En ik probeer het in vlakjes te zien, hè? Dus ik zet het er zo op. En hier naast het donkertje van het neusvleugel, nog even weer dezelfde kleur pakken. Dus je middelste kleur grijs zet ik naast dat donkere hoekje. Want ook dat eerste stukje van die neusvleugel is vrij donker. Pak ik weer even mijn Kolinsky, want dan zie ik dat dit stukje is iets minder donker, maar nog niet zo licht als daar. Dus dan pak ik mijn, wat zal ik eens doen, ik denk een beetje van de middelste kleur en een beetje lichtgrijs bij elkaar. Ja, het mag wat lichter grijs, want anders dan krijgen we het hooglichting straks op de linkerkant van het koppie. Dat is dat snotgootje. Met een klein beetje die wangplooi, zie ik het ook iets. Ik haal iets verf eraf, want het moet natuurlijk een dunne onderschildering blijven. Zet ik hem even er tegenaan. Ik blend het straks van een klein beetje naar elkaar toe. Hier zie ik hem ook een klein beetje donker. En dan kijk ik weer even naar mijn kleurenafbeelding. Ja. Dus ik pak weer diezelfde kleur. Een beetje middengrijs en een beetje lichtgrijs. En dat zet ik eronder. Gek gezicht zo, hè? Maar let maar op als daar straks het licht tegenaan komt. Het enige medium wat ik gebruik is nog steeds Gemzon. En dat zie ik hier ook. Oh, dan moet ik wel verf pakken. Beetje middengrijs, beetje lichtgrijs. Want dit is het donkerste gedeelte. Hè? En bijvoorbeeld die oogjes, maar ook de binnenkant van het oortje. Hier zo'n plekje onder het nekje. Dat is nog weer veel donkerder. Dus dan pak je echt pas je donkerste kleur. Hierboven wordt hij iets minder donker. Dus daar ga ik nog even niet helemaal met het donker naartoe. Dan pak ik alleen die lichtste grijs. Even wat verf eraf. En ook in die neus zie ik een beetje nuance hoor. Dus dan ga ik... Dit is ook nog donker. En dat is juist wel fijn dat we een zwart-wit afbeelding hebben. Ik pak een beetje het lichtste grijs. Schuift een beetje weg, zie ik al. En nou pak ik een beetje lichtgrijs met wat wit. En ik kijk even hoe lang ik aan het schilderen ben, terwijl ik hier een penseeltje laat vallen. Dit is lichtgrijs met een klein beetje wit.
Hoger licht kan ik er altijd weer opzetten. Maar ik kijk nu alleen maar in die vlakjes van waar zie ik wat. En dan wil ik graag even zien hoe je die schaduw aan dit erop zet. En dan pak ik mijn iets grotere kwast. Nummer 4. En ik doe hem even in de gemzon. Dan dep ik hem weer af aan het doekje. En dan pak ik mijn middelste grijs. Met een klein beetje donkergrijs. Dus de kleur naast het zwart en de middelste. En dan zet ik hem erop. Dit moet je echt wel durven hoor. Maar het contrast tussen donker en licht. Dat maakt dat je schilderijtje gaat kloppen. Hier langs is die ook nog donker. Dus daarom hè, pak altijd een zwart-wit afbeelding. Want als je het vanaf je kleurenafbeelding doet. Dan word je afgeleid door de kleuren die je ziet. Hier zie ik hem al iets minder donker worden en hier ook. Dus nu pak ik middengrijs met een beetje lichtgrijs. Dus je middengrijs met de kleur naast het wit. Ik zet het er iets vandaan en dan ga ik er naartoe. Maar ik poets het nog niet in elkaar. Ik zet alleen maar even in die vlakjes zet ik die kleuren neer. En hier is nog steeds wel schaduw, maar weer iets minder. Dus dan pak ik met die lichte grijs een heel klein beetje wit aan die kwast. Dus nog steeds geen hoog licht, hè? Dat zit daar en dat zit daar vooral. En dat gaat zo een klein beetje naar het mondje toe. En dan pak ik met mijn vuilige kwast, pak ik een beetje viezig titaanwit, dus een beetje aan de rand van mijn verf. Een beetje gemsel weer eraan. Even afdeppen. Weer een beetje vuilig wit. Vuilige kwast breng ik dat donker een klein beetje die kant op. Oké. Nou pak ik mijn verdassertje weer, deze. En die kan je ook met die deervoet doen, hè, die ik volgens mij helemaal aan het begin van deze les heb laten zien. Dan ga ik alles een beetje naar elkaar toe brengen. En normaal gesproken zou ik eerst het kopje helemaal opzetten. Maar dan wordt mijn video te lang. En wat ik zeg, dat doe ik ook op mijn online lessen. En het kan best zijn hoor, dat ik er straks toch nog een klein beetje donker weer inzet. Klein beetje donker opzetten. Pak mijn middelste grijs, want er zit nu toch wat licht onder en dan maak ik dit toch nog wat donkerder. Klein stukje van het neusje en dan mogen jullie de rest doen. En op zich, weet je, ik pak nu mijn lichtste grijs en mijn wit. Ik moet natuurlijk wel blijven praten. En zo werkt eigenlijk het hele proces van een grisaille. En straks, als ik de camera weg heb, ga ik het nog wel een klein beetje fine-tunen hoor. Want dan zit ik er beter voor. En weet je, zo'n
Onderschildering is zo'n belangrijk onderdeel van je schilderij. Daar heb je zoveel aan als je de volgende laag erop zet. Ja, ik ben dan aan het praten, hè, dus dan kan ik niet zoveel tegelijk. Ik moet natuurlijk wel vertellen hoe het werkt. Als ik op mijn camera kijk, zie ik hier zo'n vlekje zitten. Oh, dat is een kleine kwastje heb ik laten vallen, denk ik. Nou, voordat ik de hele boel omver stoot. Kijk, dit is nog veel te strak. Dat zie ik dan op mijn camera. Ik heb liever dat je een beetje donker extra toevoegt dan te veel licht, hoor. Uiteindelijk donker bepaalt zoveel in je schilderij. Nou, dan ga ik hem echt nog even fine-tunen zonder camera erbij. En ik snap dat jullie dat graag willen zien, maar dat laat ik echt aan jullie. Want in zo'n gizai, je kan er nog ontzettend veel in herstellen. Maar, nou ja, begin eerst, zou ik zeggen. Dus dit is de onderschildering.